Deze tekst gaat over mijn nieuwe voorstelling. Die staat in de theaterbrochures. Begin Le Bleu brengt als meesterverteller de rand van de samenleving in beeld. Het eerste wat ik doe, dat is een stemmetje uitkiezen. Een grappig stemmetje. Ja, een plezant stemmetje. Kijk. Hallo. Ja, iedereen denkt van, hey, die herken ik. Dat is een man. Maar, wat blijkt? Ik ben Colette. Een allochtoon. Mijn gouden ketting, zijn petje achterstevoren, armbandjes aan. Zo'n rapper zo. Zo'n rapper. Hey man, wat is er met jou? Ik zeg, ik heb zoveel zeer. Ik heb zoveel zeer. Hey man, je bent een Belg. Wat een raar accent heb jij. De meeste mensen zitten dan zo, ja, en dan gaan ze kotsen zo. Ja, maar het kan ook niet anders, hè, dat je dat op die manier kan, want je maag klapt dicht dubbel. Dus je moet inspanning doen om, dat gaat zo. En dan, doordat ze die inspanning moeten leveren, moeten ze lucht binnentrekken, waardoor ze ook moeten boeren. Ja? Dus dan krijg je dit. Ik heb een lief gehad. Een prachtig, echt een magnifieke vrouw, niet te doen. Maar, doe mij niks meer. Dat is allemaal gedaan. Heb je het wat mij opgevallen is, sinds dat hij die kinderen neemt? Een vrouw, vanaf het moment dat hij kinderen neemt, ja, dan gaat de spanning gaat er wat af van die vrouw. Die krijgen dat zo van die zakken onder haar ogen. Dat had ze vroeger niet. Well, since my baby left me. Ik ken u ergens van. Julie? Nee? Oeh, dan ben ik verkeerd. Sorry. Nee, jij lijkt als twee druppels water op mijn vorig lief. Ik heb dat uitgemaakt met haar. Hè. Dat staat als een paal boven water. Ik heb het uitgemaakt met haar. Hè. En toen ik dat deed, zei ik tegen haar, zeg, kom, maak dat je weg bent, het huis uit. Zei ze tegen mij, mag ik dan nog één? Nee, ze zei, mag ik dan nog één ding zeggen? Ik zeg, ja, dat mag. Maar het zal dat wel godverdomme to the point moeten zijn. Ze zegt tegen mij, dat is hier mijn huis. Hendrik, zegt ze, wat zie ik daar op je computerscherm? En ik kijk en ik zie daar inderdaad een afbeelding van een zwarte jongen met een penisman. Hang like a horse, weet je wel. Dus ik zeg, lieve schat, oh hemel. En daarmee zijn we aan het derde kenmerk gekomen van het typetje spelen voor dummies. Zijn daar nog vragen over? Kijk, als ik naar huis ga, dan kan ik altijd kiezen waar ik doe. Dus ofwel ga ik naar de frituur, ofwel ga ik naar de hoerenbuurt. En dan kies ik door een Hongaarse hoer uit en dan ram ik mijn lul tussen die dikke tetten. Mam, je stapt ook frietjes eten, zeg.